Ja, ik zie non-verbaal bij DVS, hebben ze er allemaal wel zin in. Ze zitten elkaar aan te moedigen. Het is hopen dat dat zo meteen ook gebeurt. Het is zaterdag 24 februari. DVS speelt tegen Hogeveen. En de eerste lange bal is richting Roemion. Gelijk DVS druk vooruit. We zijn begonnen. Wat meer lengte dan vorige week. Misschien Verlaaienhorst, Krauter. Nou, die valt goed. Oeh, nou, Krauter. Al een klein kansje. Ja. Dit was typisch zo'n Tom Heerkes paas. En die ook. Ongelooflijk, jongens. Wat een vrijheid. Niet te filmen. Nou, nee. Daar is de Hogeveen-verdediging toch redelijk aan het prutsen. Van Hilton goed opgetreden. Roemion, snel gehandeld. Nu DVS er snel uit. Prima balletje Maarten van Dijk. Buitenkantje richting Lars Huber. Lars Huber overzicht houden. Nu naar Roemion. Roemion, is die te belopen? Nou, dat zal precies net zijn. Ach, jongen. Sam Krauter. Ja, jongen. Hij had misschien iets te veel tijd om na te denken. De bal was perfect. Niet te beoordelen of hij over de achterlijn was. Dat zal wel commentaar zijn geweest. Kijk, weer een sublieme paas van Tom Heerkes. Nu, DVS. Misschien voor een fast break. Hilal Ben Moussa kiest toch weer voor de weg terug. Ho, 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 daar gaan we. Nee, nee, toch niet. Ja, dit. Hier kies je dan voor, hè, DVS. Roland Baas. Roemion komt er niet aan, maar via spelen van Hogeveen DVS toch in balbezit. Ah, daar komt die bal toch nog net aan. Nou, wie weet, niet. Je merkt een beetje het cynisme op de tribune. Ja. Er is weinig vertrouwen in de ploeg. Nu dan Huber. Huber, je bijna liggen. Sam Krauter. Mooie reactie van de keeper. Meekhof, Stan. Is toch wel een opwindende potje. Ja. Benieuwd hoe fit Stef Nijland is. Of hij nog minuten kan maken, tweede helft. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Kruis weer. Naast. Metertje. Anderhalve meter, denk ik. Oeh, opletten. In twee instanties. Twee fantastische reddingen. Niet te geloven. Nou, die heeft dat die knipbeurt bij Nero en dat staatslot wel verdiend. Man of the match. Roemion kan die daarbij. Bal afsnoepen. En versnellen. Stuur Lars Huber dan maar diep. Lars Huber kan de 16 in. Nou, afwerken. Gewoon schieten. Metertje over het doel van keeper Stan Meekhof. Die had daar nooit aangezeten. Goed binnengehouden. Roland Baas. Nou, Roemion. Zet hem voor. Huber! Huber! Ja! Lars Huber! Lars Huber! Daar dan toch Lars Huber. Terug ter kijk van Benjamin Roemion. Levert DVS 33 het eerste doelpunt op. 1-0 is de stand. Ja, dat was een goede aanval hoor. En leuk voor Lars Huber. Die een goede eerste helft speelde. Loopactie was er van Sam Krauter richting eerste paal. Bal valt voor Lars Huber op zijn verkeerde been. En passeert Stan Meekhof. Zo,
hebben een uur gevoetbald. En wat ik eerder zei, laten we hopen op de ketchupfles dat de eerste klontje eruit is. En nu de rest. Ja, 70ste minuut, Piet. We staan voor. Houden zo. Schuurman, nog steeds met de bal aan de voet. Probeert daar wat op te zetten, maar dat mislukt. Nou, DVS, kom op. De fast break. Sam Crowther, wat doet hij? Hij schiet hem erin! Sam Crowther! Ja, ja. Daar had de verdediging van Hogeveen geen rekening mee gehouden. Die dacht, nou, Sam Crowther zoekt de combinatie op. Maar nee hoor, hij knalt die bal gewoon in dezelfde benedenhoek. En zo staat DVS met 2-0 voor. Ja, twee doelpunten voor DVS in een thuiswedstrijd. Dat is lekker voor de mannen. Dat zo blijft. Ja. Jorik Priem heeft hem aangeslingerd. Ja. Jorik Priem. Die gelooft in elke bal. Ongelooflijk. Jorik Priem, wat gaat hij doen? Sam Crowther. Sam Crowther. Oh, Sammy. Oh, ongelooflijk. Maar wat een sprint van Jorik Priem. Dit was echt wel de 100 meter in 9.8, denk ik. Lars Huber. Jorik Priem, recht op het doel af. En nou, schieten. Nee, hij schiet ook, inderdaad. Maar recht op de keeper af. Kijk, Maarten van Dijk in de laatste minuut gewoon nog een keer volle bak druk zetten. Dat is vorige week niet goed gegaan. En nu nog een keer. Misschien Lars Huber stuurt Crowther weg. Nou, maak hem af. Nu dan. Ja hoor, komt hij toch nog. Er 3-0 van. En dat lijkt me gelijk een mooi moment om voor de scheid zo meteen om de bal op te halen. 3-0 is niet wat we van tevoren helemaal gedacht hadden. Maar we gaan er lekker van genieten. Met een biertje naar de wedstrijd. En leuk voor Lars Huber, goed uitgespeeld. Ja, prima. Mooie assist, Sam Crowther op Lars Huber. Lars Huber, ja, twee doelpunten. Scheids kijkt naar de klok. Mooi geweest, DVS wint met 3-0. En dat is heel erg lekker. Een opsteker voor John Kamphuis en consorten. En complimenten aan de geel-zwarte. Wij gaan lekker genieten van de drie punten. Bedankt voor de aandacht en... een heel goed weekend allen. Wij hebben het.